Wij doen vandaag de Dumball 3000 Rally. De mooiste auto's die eigenlijk rijden in de race. De hele zending is ongeveer $200 miljoen. We gaan vandaag naar een unieke gelegenheid kijken, namelijk de eclips vanuit de lucht boven de Faroe-eilanden. Echt waanzinnig, hè? We zijn bezig om een tijdelijke loopbrug te bouwen. Vandaag gaan we het langste deel inhijsen. En die is 42 meter lang. In de nacht van 2 op 3 juni gaat de luchthaven Schiphol over van decentrale security non-Schengen naar centrale security non-Schengen. 2 jaar lang bouw, 1,5 miljoen manuren zijn erin gestoken. Er is 40.000 vierkante meter bijgekomen. We hebben voor elektrische bussen gekozen omdat dat een duurzamer alternatief is. Deze overkapping komt uit Londen. Het was toen echt een vliegtuighangar. Verder is het dak volgezet met zonnepanelen. Dit busstation is echt een eyecatcher geworden. Wij hebben software ontwikkeld om met relatief betaalbare radars toch hele kleine doelen te kunnen zien. In dit geval vogels. Schiphol is een van de eerste luchthavens die op grote schaal radar inzetten. En daarmee lopen we absoluut voor op de rest van de wereld. Wat wij hier doen op deze kavels is het flassen telen voor het zaad. En uit het zaad wordt olie gehaald en dat wordt weer gebruikt in de verfindustrie. Deze verf die wordt eigenlijk specifiek ook gebruikt voor het verven op de luchthaven. We gaan van 277 kamers naar 433 kamers. Het dak is prachtig. Zoveel licht, daglicht eindelijk. Dat is geweldig. Ja, geweldig. Vooral als je naar buiten kijkt. Hollandse luchten. Dus ik denk gewoon bij elke vlucht dat ik zelf aan boord zit. Ja, dat is mijn drijf om te zorgen dat de passagiers met een smile op vakantie gaan. Ja, dan heb je een trots gevoel als je het netjes kan achterlaten. Absoluut. Ja, goeie reis. We kunnen het amper geloven dat wij de laatste bewoners zijn. Ja. Nee, ik sta nog veel te kijken naar vliegtuigen die omhoog gaan. Blijft mooi. In ons eigen persoon, de superhelden. Welcome on board. Your seat, captain. Ik mag u namens de luchthaven Schiphol aanbieden dat u met mij samen langs de startbaan en bij de A380 gaat kijken. Zo. Dat was nou mijn grote wens hoor. Dat is nooit meer te vergeten. Ik denk dat ik er nog van ga dromen.